Nou, is dat lang geleden, zeg, hè? Zeg maar een week zowat, hè, dat we elkaar zagen niet. Nou, gelukkig zijn we bij elkaar, dus we kunnen de week weer even doornemen met z'n allen, hè? Want er is wat gebeurd, hè? Is er wat gebeurd of niet? Ik dacht het wel, hè? Belangrijkste was, dacht ik deze week wel, dat de zon er is gaan schijnen. Ja, want het was met weekendje wel, hè? Ach, wat was het druk aan het strand ook, hè? Heb je het gezien? Ben je nog geweest? Nou, ik wel. Ik ben nog even naar het strand geweest, naar het naakstrand. Ja, ik was op het naakstrand, kan mij niet schelen. Nou, het was druk daar. Iedereen lag lekker te bakken in de zon, in de blote toges. Nou, behalve één mevrouw naast mij. Die lag in de schaduw. Ja, die lag in de schaduw te bakken. Ik zei, mevrouw, dat heeft geen zin hoor, zo wordt u niet bruin hoor. Ze zei, nee, dat moet ook niet, want ik ga volgende week trouwen. En ik wil in het wit trouwen. Ja, geinig hè. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen, want we staan bol van de onderwerpen. Dus we gaan gauw beginnen met het eerste onderwerp. Hoppa! Kameraadskies, ik heb een belangrijke mededeling over de Hollandse minister van Verkeer, Mai Wegge. En haar fanclub heeft zelfs nu een lied op de plaat gezet. In het kader van de perestrojka heeft het Centraal Comité daarom besloten om van dit lied een cover op de markt te brengen die we nu gaan zingen. Kameraadskies, ik kan u nog even meedelen dat deze plaat binnenkort in heel Rusland te koop zal zijn. En ook op CD natuurlijk. Kom eens hier. Ik heb nu toch iets ontdekt? Kom maar eens mee. Naar buiten. Ik was nu namelijk met nieuwe Ariel vloeibaar. Die blauwe. Zonder parfum. Dat houdt mijn was zo natuurlijk. Alles is heerlijk schoon. Zo schoon en fris dat het geen parfum meer nodig heeft. En het ruikt? Gewoon natuurlijk. Nieuwe Ariel vloeibaar. Nu ook zonder parfum. Voor een natuurlijk schone was. Ja, ze hebben mooi praten, hè, van die wasmiddelen. Maar ik heb van de week onze kanariepiet gewassen met dat Ariel, maar die is er toch van dood gegaan. Nou ja, alhoewel, het lag eigenlijk niet aan de Ariel. Het kwam door het uitwringen. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen. We gaan eens even een kijkje nemen op de snelwegen, meisje. Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Op de drukke wegen blijft het 100. Benadrukt met nieuwe bordjes langs de weg. En er komt een veel strengere controle. De politie is over het algemeen heel tevreden over het rijgedrag. Al worden er op sommige weggedeelten massaal bekeuringen uitgedeeld. De topontmoeting tussen Mikhail Gorbachev en George Bush op Malta bleek na nu pas bekend is geworden van minder historisch belang dan aanvankelijk gedacht werd. Het geheel berustte namelijk op een grap. George. Het is allemaal in elkaar gezet door Ralf Inbaar. Banana Split met Ralf Inbaar. Maar niet iedereen kon de grap van Ralf Inbaar waarderen.
Ja, ik schrok me dood. Afschuwelijk natuurlijk. En tweede reactie van... dit mag nooit meer gebeuren, daar moet ik nu iets aan gaan doen. Maar ik had ook zoiets van, ja, eigenlijk hadden we dat wel kunnen verwachten. Want wat er tot nu toe is gebeurd om dat soort dingen te voorkomen, is veel te weinig. Het zal je maar gebeuren, hè, paard in de gang. Over paarden gesproken, ik was van de week nog even bij de slager, hè. Ik zeg, mag ik 15 kilo paardenvlees? Hij zegt, 15 kilo? Wat moet je daar nou mee gaan doen? Ik zeg, ik wil een pony in elkaar gaan knutselen. Nou goed. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen. Het volgende onderwerp komt uit Italië. En daarom ben ik begonnen met de vraag te stellen of u nog eens een keer goed scanderen het woord arts. Niet dat we dat zoeken, niet dat wij dat beslist willen, maar wel als het nodig is actie te moeten en te willen voeren. En dat de knip open moet om aan onze rechtvaardige verlangen tegemoet te komen. Ja, en ik krijg weer een beetje last van mijn darmen, dames en heren. Dus dat betekent dat het weer de hoogste tijd is voor die minuut van Ruud, hè. Als u nu even rustig kijkt, dan trek ik me even terug. Ja, dames en heren, daar ben ik weer even. Nou, u hebt het wel gelezen, zeker in de krant, hè. Dat Veretiek niet meer doorgaat. Nee, ze zenden het niet meer uit, dat Veretiek, s'avonds laat. Nou ja... Het is aan de andere kant niet zo erg, want ik ging tenminste eens een beetje bij tijd naar bed toe, hè? Ja. Nou, wat hebben we nog meer meegemaakt in de Tweede Kamer? Want het gaat maar door bij ons, hè? Die Indales ook, die is ook van alles van plan, hè? Ja, daarom staat ze ook zo in de belangstelling, hè? Ze hebben het ene interview na het andere interview. Van de week had ze ook weer een interview. Ja, mevrouw Dales, het gerucht gaat dat u hier zelf op het Binnenhof een soort club verotiek wilt gaan vestigen met veel lekkere wijven en zo. Is dat ook de bedoeling? Nee, maar zo populair praat ik ook eigenlijk nooit. Ah. Ik kan nu nog niet, omdat de feiten op basis waarvan je dat zou mogen doen, zich nog niet hebben voorgedaan. Ik verwacht dat ze komen, ik hoop dat ze komen en dan zullen we het ook zeker doen. Nou, daar stond tenminste nog een lichtpuntje, hè. Dan krijgen we tenminste in Dales te zien, hè. Nou, verder, ja, het is lekker weer, zal ik maar zeggen ook, hè. Dat heb je ook wel gezien buiten, zeker, hè. Het zonnetje schijnt lekker, hè. En dan krijg ik altijd weer een beetje lentegevoel, hè. Dan moet ik weer een beetje aan mijn jonge jaren denken, hè. Ja, ik weet nog dat ik Ria ontmoette, hè. Ach, ik was nog zo jong ook. Toen zijn we even gaan wandelen en zo. En we werden al een beetje eigen met elkaar, hè. Dus we liepen zo door een boslaantje. Ik zeg, zullen we elkaar maar tutoyeren? Toen zei Ria, nou, zouden we dat wel doen hier in dat natte gras? Ja, geinig, hè? Maar goed, ik moet weer gaan afsluiten. Maar ik hoor net dat Jaap nog even wat te zeggen heeft. Is dat zo, Jaap? Wil jij nog wat zeggen? Ja, inderdaad, Ruud. Fijn dankjewel voor het overschakelen, hè. Dames en heren, de telefoon hebben namelijk niet stilgestaan over het fanclublied van Mai Wegge. Het Russische fanclublied wel te verstaan. En of we dat nog even een keer willen laten horen. De verbinding met Rusland is er nog en ik heb ze gebeld. Ze staan allemaal weer klaar. Dus hier zijn ze nog een keer. Het Mai Wegge lied.